Ik had ook nachten dat ik gewoon letterlijk niet kon slapen, omdat ik zo'n vet optreden had meegemaakt. Ja. Maar ik kon niet echt naar huis bellen vanwege mijn tijdverschil. Oh ja. En dan lag je daar in bed en dacht ik, ja, het is wel vet, maar ik kan het niet echt met iemand delen of zo. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Spot On, het platform voor vrouwen door vrouwen. Mijn naam is Charissa en voordat ik jullie de gast van vandaag introduceer, ga ik vragen om op die abonneerbutton te klikken, want wij willen graag naar de 35.000 abonnees. En dat betekent dat wij mooie verhalen kunnen blijven maken. Win-win situatie als je het aan mij vraagt. Goed, mijn gast van vandaag, die werkte in een klein cafeetje in Sint-Oerode, Noord-Brabant. Waar je DJ'de daar tot ongeveer een uur of vier. En daarna, dat is geen grap, schopte ze nog de wc's. Ik vind het helemaal top. Ze reisde de hele wereld over en wordt hier en daar in de media ook wel eens de vrouwelijke Martin Garrix genoemd. Je zag er misschien al zitten. Sophie Bongers, oftewel DJ Sophie Francis. Hoi. Hi, welkom. Hey, ik zei vrouwelijke Martin Garrix. En zelf krijg ik een beetje kriebels van de vrouwelijke versie van. Hoe sta jij daarin? Ja, dat maakt me in principe niet heel veel uit. Want ik ben best wel, hoe heet het, geëerd dat mensen mij zo noemen. Hij is een superleuke gast. Maakt super vette muziek. Het is dat in dat opzicht echt een hele grote eer. Maar hij doet wel hele andere dingen als ik. Ja, want waar komt die vergelijking vandaan dan? Ik denk vooral vanaf het begin, want wij zijn allebei best jong, best snel doorgebroken. En voor mij ging er ook op een gegeven moment een foto rond dat ik had een selfie gemaakt. En onze neuzen leken op elkaar. Dus je had dezelfde neus en nu ben jij de vrouwelijke Martin Garrix. Ik denk het wel, ja. Makes sense. Ja, prima toch? Je maakt wel andere muziek dan Martin Garrix. Ja, hele andere muziek. Ja, en hoe kan je dat voor me omschrijven? Ja, ik denk hij zit nu op dit moment, hij is iets meer in een deep house, hele nieuwe stijlen aan het uitproberen. En ik blijf vooral proberen echt hele vrolijke upswing muziek te maken. Ik denk daar het grootste verschil in zit. Ja, want ik noem je nou de hele tijd DJ, maar je bent ook producer, dus je maakt je muziek ook zelf. Klopt. Toch? En je bent 22 jaar. Ja. Op je 16e werd je getekend bij een platenlabel, Spinning Records. 17. Oh ja, 17. 16 was bij mijn manager. Hoe was dat voor jou dan om zo vroeg al in de schijnwerpers te staan? Ja, weet je, ik ben er zo snel eigenlijk ingerold. Het was voor mij eigenlijk gewoon één grote droom. Mm-hmm. Want ik was natuurlijk 16, ik speelde dan een Pumpkin. En toen mocht ik op een paar kleine lokale festivals spelen. En ik had wat DJ-contests gewonnen. En in één keer ontmoette ik mijn manager. Ja. En zij had zoveel vertrouwen in mij dat zij binnen een half jaar mij in de 5 beste clubs toen ter wereld had gezet. Dat was de BCM in Mallorca. Ziek. Dus voor mij was het zo'n zieke rollercoaster. Ja. En vanaf daar is alleen maar groter geworden dat ik nooit echt door heb gehad hoe ziek het eigenlijk was. Ja, maar heb je dat nu wel? Want nu is corona en iedereen is een soort van aan het rustig. Ja, op de rem gestapt. Heel erg. In één keer begon ik echt te beseffen van zo wat ik de afgelopen 5 jaar heb gedaan. Dat is eigenlijk niet normaal. Ja, wat vind je daar niet normaal aan? Gewoon, überhaupt het leven is gewoon zo ziek. Je ontmoet zoveel nieuwe mensen. Je bent eigenlijk alleen maar bezig met je hobby. En dat wordt eigenlijk je werk. En je vliegt de hele wereld over. Je ziet zoveel, je leert zoveel. Ja. Ja, daar had ik niet zo bij stilgestaan tot ik echt eigenlijk niet meer kon. En misschien een rare vraag om te vragen, maar waarom denk je dat jij succesvol bent? Ja, weet je, deze vraag wordt zo vaak gesteld. En ik vind het altijd heel moeilijk om hier antwoord op te geven. Snap ik. Want ik doe gewoon echt waar ik echt mijn passie ligt. En ik probeer zoveel mogelijk energie en blijdschap terug te geven aan de mensen. En ik denk dat ze dat gewoon op een of andere manier echt heel goed oppakken. En dat het daarom bij mij best goed gaat. Ja, ja, dat is een goed antwoord eigenlijk. Ja, welk advies zou je geven aan startende DJ's? Lekker jezelf zijn, ook als je muziek maakt of muziek draait. Gewoon eigenlijk draaien, maken wat jij lekker vindt. Want dat is namelijk 4 keer zo belangrijk als wanneer je iets doet wat iemand anders leuk vindt. Want dat straal je zo erg uit. Dus gewoon lekker jezelf zijn en muziek maken en draaien die jij lekker vindt. Wat is jouw grootste droom als DJ? Ik denk op Ultra Miami Mainstage, Tomorrowland Mainstage en EDC Las Vegas Mainstage. Ik heb wel gewoon allemaal kleine stages eraf gedraaid, maar nog nooit een Mainstage. Dat lijkt me geweldig. Wat is jouw feel-good song? Ik heb er niet één. Ik heb zoveel liedjes die ik echt gewoon heerlijk vind. Het ligt een beetje aan mijn mood en aan mijn dingen, maar degene waar ik op dit moment heel hard mee zing is Driver's License. Het is niet echt een feel-good song, maar ik vind hem echt zo ontzettend lekker. Oké, je bent opgegroeid in Zuid-Afrika. Klopt.
En toen kwam je naar Nederland en toen ging je toen al gelijk naar international school? Nee. Nee, eerst een Nederlandse basisschool gedaan om in Nederland iets beter te maken. Ja. Want dat was niet meer druk. En toen de middelbare naar de international school. Ja, en daar begon het allemaal voor jou, toch? Ja, klopt. Kan je daar iets over vertellen? We moesten een personal project doen en je moest daar skills ontwikkelen en met mensen kunnen communiceren. En ik vond muziek altijd sowieso iets wat ik echt heel vet vond. Dus ik dacht van ja, wat kan ik doen om en mensen, heel veel mensen te raken en iets wat ik heel leuk vond. En toen is het eigenlijk uit de hand gelopen. Ja, ontzettend. Maar wanneer was dan het moment waarop je dacht, wow, volgens mij kan ik dit wel. Laat ik dit ook eens gewoon voor mensen doen, publiek. Ja, toen ik een paar dingen had ingestuurd naar DJ Contest en dat ik toen een paar dingen won. Was dat ook het moment waarop je ging draaien in dat lokale cafeetje? Ja. Hoe heette dat ook alweer? Het Pumke in Sint-Oederode. Ja, nu heet het anders, hoor. Vertel me daar alles over. Hoe was het? De eerste keer dat ik daar draaide was ik net 16. Dus ik was echt een week 16. En ik had mijn eigen poster gekregen. Dus ik was helemaal over de wolken. Die hangt nog steeds bij oma in de kamer. En toen mocht ik daar één avondje als proef draaien. Het was op een donderdagavond. Dus ik had mijn mooie kleertjes uitgezocht met mijn glitterschoentjes. En toen ben ik daar gaan draaien. En toen vond hij dus eigenlijk gewoon... goed. En toen mocht ik daar dus elke vrijdagavond mocht ik daar draaien. Ik zei het net ook al, je schopte de wc's na je sets. Vertel me daar ook eigenlijk alles over. Het hoorde erbij. Ik was part of the crew, dus dan is dat ook part of the crew. Och, ik was altijd in charge van het dweilen. Dus dan gooide ze op een hele grote emmer met water over de grond met sop. Mm-hmm. En dan begon je bij de wc's, want dan was het vies. En dan houdt hij eigenlijk alles zo naar buiten. En dan, ja. Love dat je dit zo aan het uitleggen bent ook. Alsjeblieft. Dat was mijn bijbaantje toen. Ja, en oké, ik heb echt super veel respect daarvoor dat je dat deed. En toen? Toen binnen een half jaar werkte ik daar niet meer. Nee. Binnen een half jaar stond ik in één keer in een club. En ik was überhaupt nog nooit een club binnen geweest. Dus ik kwam daar binnen en ik zei zo... oh, zo ziet de club er dus van binnenuit. Dus mijn manager schreef in de broek, want die dacht... oh god, daar gaan we. Ik was 16, dus mijn ouders moesten mee. En... ik heb ons pap nog nooit zo nerveus gezien, zou ik maar zeggen. Want echt al? Want mijn manager dacht allemaal, oh nee, staat ze hier in een grote club? Mm-hmm. Hebben we ziek veel publiek? Ja. En nu moet ze in één keer gaan draaien, ze is nooit de club binnen geweest. Hoe stond jij er zelf in? Ik vond het wel vet. Ja. ik was natuurlijk super zenuwachtig natuurlijk, maar het was wel, zodra ik op die playknop drukte, toen was het eigenlijk gewoon weg, want ik vond het zo ontzettend leuk. Ja, super vet. Waar ben jij het meest trots op? P.S. Love a girl boss like you. Ik denk waar ik het meest trots op ben is dat ik nog eigenlijk gewoon dezelfde beste vrienden heb als die ik eerst vroeger had. Die zijn altijd gewoon lekker bij me gebleven. We zijn allemaal met z'n groepje lekker hetzelfde gebleven. En daar ben ik wel echt heel trots op. Maar vooral op hen, niet echt op mezelf. Ik vind het echt knap hoe jij als vrouwelijke DJ naam hebt gemaakt in de scene. Ben jij bang voor concurrentie? Nee, ik ben absoluut niet bang voor concurrentie. Want hoe meer een vrouw, hoe gezelliger ik het eigenlijk vind, hoe meer girl power. Dus hoe meer, hoe beter. Wat heb jij gedaan om de goede moed te houden tijdens corona? Heel veel gewoon zelf thuis sporten. Dat scheelde heel veel. En gewoon elke dag met je vrienden bellen en gewoon over hebben waar je over denkt. Dat eigenlijk. Wat wilde je vroeger worden? Vroeger wilde ik dierenarts worden. Of ik wilde op spoedeisende hulp werken. Maar dat is niet gelukt. Wat is je droomcollab? Die is zo moeilijk. Ik heb zo vaak vragen gekregen van wie wil je nou echt samenwerken. Maar ik denk qua celebrity crush, Shawn Mendes. Ik vind hem echt heel knap. Steeds meer artiesten die beginnen zich ook uit te spreken over hun mentale gezondheid. Dat heeft dus waarschijnlijk ook te maken met wat er met Avicii is gebeurd in 2018. Ja, klopt. Hoe kwam dat nieuws bij jou binnen? Ik moest draaien in Vietnam volgens mij met Martine Sadko. En... in één keer, het was heel raar. Ik was aan het draaien en ik draaide een nummer van Avicii. Mm-hmm. En dat was net toen het 10 minuten bekend was. Maar ik was aan het draaien, wow. Dus ik wist het niet. En ja. Vrienden van hem, die stonden dus boven. En iedereen begon een keer te huilen. En ik dacht, wat is dit? Ja, ik krijg kippenvel van. Ik dacht van, wat doe ik? En heel publiek was stil. En ik dacht, wat heb ik gedaan, weet je wel? Ja. Toen was ik klaar. En mijn tourmanager kwam naar mij toe en zei, ja, Avicii is overleden. En ik, wat? Ja. Jij bent aan het draaien, dat nieuws komt binnen. Iedereen wist het behalve jij. Ja. Dat lijkt me zo vreemd ook. Ja, het was echt... Ik stapte van het podium af en ik hoorde het. En het was voor mij echt even kippenvel. Ik wist gewoon even niet waar ik moest zoeken. Want voor mij was hij ook echt een groot voorbeeld. Wat heb je geleerd van wat er gebeurd is met hem? Dat je wel echt voorzichtiger moet zijn met je lichaam. En met je mentale status. Ik vloog dan ook heel veel. En ik was dan ook heel veel bezig. En ik merkte ook aan mezelf dat het echt wel... toen al de touwtje op me zeggen aan het trekken was. Mm-hmm.
En, ja. Wat merkte je dan precies aan jezelf? Ik was heel moe vaak. En gewoon als ik thuis was, dan was het echt gewoon heel veel slapen. En niet veel. Het liefste gewoon in mijn eigen kamer met mijn vrienden. Maar niet heel veel ging ik doen en zo. Ja, toen kwam ik ook wel achter. Ja, ik moet echt ook meer op mezelf gaan letten. Dus meer gaan sporten, gezonder gaan eten. Meer open zijn naar familie en vrienden. Ook al snappen ze niet helemaal waar je doorgaat. Ja. Gewoon wel proberen uit te leggen wat er allemaal aan de hand is. Ja, want zij snapte niet precies wat jij dan deed of voelde of... Ja, een beetje beide, want zij hadden niet die 100 nog wat vluchten per jaar. En die had ik wel. Ja. Dus eigenlijk het enige waar ik het echt mee over kon hebben was mijn tourmanager. En die snapte het ook wel. Maar die had net niet de druk van het optreden en het goed eruit zien en de goede muziek maken. En want je probeert altijd de standaard voor jezelf, in ieder geval ik, heel hoog te leggen. Ja, voelt ook een beetje eenzaam. Ja, soms absoluut. Ja, voel je dat wel eens? Ja, ja, zeker. Maar voor mij is dat heel leuk. Voor mij was dat zoiets normaals. Ja. Dat je dan van een ziek groot festival, waar je echt mensen aan naar je aan het klappen zijn, schreeuwen, dat iedere foto's wil, wat je echt niet kan voorstellen, zou ik maar zeggen, met zoveel adrenaline. Ja. Kom je in één keer naar een hotelkamer, dan zit dan niemand, dan ben je alleen en dan ga je naar bed. Ja, dat lijkt me ook best heftig om dan zo hoog in je energie te zitten en dan in een seconde eigenlijk weer super laag in je energie. Of althans, je moet dat toelaten dan, denk ik. Ja, en dat is best moeilijk. Ik had ook nachten dat ik gewoon letterlijk niet kon slapen, omdat ik zo'n vet optreden had meegemaakt. Ja. Maar ik kon niet echt naar huis bellen vanwege mijn tijdverschil. Oh ja. En dan lag je daar in bed en dacht, ja, is wel vet, maar ik kan het niet echt met iemand delen of zo. Ja, ja. Dat is wel heftig. Is dat niet voor jou een reden om ermee te kappen dan? Want... Nee. Nee? Nee, want het is zo... Weet je, als je het helemaal aan het doen bent, dan wil je ook niks meer anders. Ja, snap ik. Dus, maar ik bedoel, als je een soort van eenzaamheid voelt... Wat zijn eigenlijk de gevaren van wat jij doet? Het gevaar is gewoon dat je niet genoeg op jezelf let. Ja, ja. En heeft dat dan ook te maken... Want het is super stereotyp dat je nu gaat zeggen, maar drank en drugs? Drugs niet echt, want op een of andere manier in mijn scene... neemt eigenlijk niemand drugs. Ja. Maar een drankje, dat pak je wel snel. Ja, ja. En hoe zit dat bij jou? Toen ik natuurlijk fresh out of high school was, weet je wel. Ja. Toen was het wel af en toe ook echt een drankje pakt of zo. Maar Wodka Sparoot. Wodka Sparoot. Maar nee, ik ben er echt op gaan letten. Want ik merkte gewoon dat ik daar zelf niet gelukkiger van werd. Mm-hmm. En dat ik daar, ik werd er niet fitter van, zou ik maar zeggen. Ja. Dus ik ben toen ook veel meer gaan sporten. Veel gezonder ook gaan eten op tour. Mm-hmm. En daarom heb ik ook die Beyond Fitness vlogs eigenlijk een beetje gemaakt. Ja, ja, want je vlogt ook inderdaad. Ja, om ook mensen te laten zien, kijk, als je gezond eet. Mm-hmm. Kan heel lekker zijn. Je wordt er en blij van. En als je sport, het hoeft niet met gewichten naar de sportschool. Maar je kan wel gewoon lekker oefeningen doen. En daardoor voel je je veel beter. Een brand new Beyond Fitness met Matthijs Geurs. En Sophie Francis. Together in Germany Hamburg. Go break a sweat. New Sophie Francis vlog. En dan even terug hoor, want je zei net van je ouders gingen mee. Ja. Was dat niet af en toe zo van, oh my god. Ja. Soms wel, want je wil, weet je, af en toe wil je wel gaan een drankje, dat mocht niet. Dat mocht natuurlijk niet, maar weet je, soms dan kon je, hoe manager kon wel iets naar achteren sneaken, weet je wel. Maar ja, dan waren je ouders erbij en die waren weer strikt, dus dat mocht er niet. Nee. Dus ik werd letterlijk door en mijn manager en mijn ouders, werd ik gewoon half opgepakt en naar buiten gezet. En ik denk de ergste, wanneer ik vond dat ik niet mee mocht feesten, was toen ik in Tokio was. Mm-hmm. En toen was Will.i.am en de Black Eyed Peas waren er. Oh nee. En toen zei ze dat. Ze zei, ja, samen in de club. Ik zei, top, mag ik ze dan ontmoeten? Ja. Nee, ze vonden je set wel vet, maar je moet naar buiten. En ik zei, waarom? Ja, ze zijn aan het drinken, dus dan mag je ze niet ontmoeten. Oh. Dus ik zat daar te balen. En toen werd ik half naar buiten gedragen door de bewaking. Dus dat was echt heel erg balen. Dus er wordt al best wel goed op je gelet in die zin. Ja, mijn manager is sowieso echt de ster erin. Mm-hmm. Die zorgt altijd wel dat ik genoeg slaap krijg. Vooral toen ze nog echt mee moest. Mm-hmm. En mijn ouders, toen ik echt mee moest, toen hielpen zij mij ook wel echt best wel sane, zou ik maar zeggen. Ja, dus ze zorgden er en voor dat je op tijd naar bed ging. Ja. En dat je niet dronk. Ja. En wat nog meer? Dat ik wel altijd iemand had om mee te kletsen. Oh, wat goed. Dat was wel echt fijn. Vooral toen ik gewoon onder de 18 was. Mm. Dan was het voor mij af en toe lekker een beetje puberen. En dan was het voor mij zo niet makkelijk om te... Gewoon te begrijpen waar ik allemaal mee bezig was. Dan was het voor mij echt een warboel in mijn hoofd. Mm. En het was wel fijn dat ze er af en toe bij waren. Ja, dus het was een soort van een beetje therapeutisch, hè, dat je ouders er waren. Soms wel, kan ik wel zeggen, ja. Want hoe blijf je mentaal fit?
Wat ik op dit moment heel erg doe, is echt veel sporten. Dat is voor mij echt mijn grootste outlet en dat vind ik heerlijk. Dus ook als ik niet veel slaap en ik ben best wel... Als ik niet veel slaap, word ik echt een warhoofd. Ja. Maar als ik dan even lekker gesport heb, een uurtje heb gerend of even gezwommen of iets, ligt aan wat je daar kan doen in het hotel. Mm-hmm. Op de plek waar je bent, dan is het voor mij al zo'n mentale gewoon uitlaatklep. En ja. Dat is voor mij echt, echt een top. Ja, maar goed, niet iedereen heeft een hotel met gym in de buurt. dus heb je nog tips voor als je dat niet hebt? Ja, ik, wat ik ook doe vaak, hier zijn ook geen hotel gym, zou ik maar zeggen. En dan doe ik echt gewoon workouts in mijn eigen hotelkamer. En daarvoor heb ik dan natuurlijk ook die Beyond Fitness volgt. Ja. Er zijn ook allemaal workouts die je allemaal kan doen zonder, zonder gewichten en zonder hele mooie apparatuur. Ja, ja, dus zo blijf je mentaal en eigenlijk ook fysiek gewoon gezond. Ja, voor mij is dat echt een winner. Hey, je was dus al heel vroeg was je hiermee al bezig. Is het ooit naar je hoofd gestegen? Heb je ooit zoiets gehad van ik ben een superster? Nee. Nee? Nee, want ik... Heb je geen speciale? Wil je blauwe M&M's? Wil je... Nee. Ik heb wel iets. Ik heb dat ik een opstapje moet hebben. Want ik ben best wel klein. Ja. Dus ik kan letterlijk niet bij mijn DJ-boot. Dus vaak als ze dat op mijn rider zien, dan slaan ze dat over. En dan kom ik eraan. En dan heeft bijvoorbeeld Mike Williams, die is 2 meter nog wat. Mm-hmm. Als die na mij draait, dan hebben ze het podium naar mij hem gemaakt. Maar dan sta ik daar zo. Dus dan kan ik niet eens bij de knoppen. Ja, ja, ja. En dat is denk ik het raarste wat op mijn rider staat. Hey, laten we even kijken naar de toekomst. Want het is nu coronatijd. Hè? En we kunnen niet zo heel veel doen. Jammer genoeg niet, nee. Wat ga jij nu doen eigenlijk? Nou, voor mijn studie moet ik dus op stage, dus dat ga ik doen. En voor de rest, zodra de festivals weer een beetje open kunnen, dan ga ik draaien. Dus ook al is het halfwege mijn stage, ja, ik heb het al aangegeven, dus ja, sorry, maar dan... Ja, dan ben je weg. Dan ben ik weg en daar zijn ze, vinden ze oké. Dus je hebt eigenlijk al wel met potlood in je agenda opgeschreven dat je wellicht kan gaan draaien? Ja. En dan is de met hele, hele dikke lijnen, want ik heb er heel veel zin in. Ja, snap ik. Maar als het niet doorgaat, ga niet door, schat. Nee, dat weet ik, maar ik hoop het. Ik hoop het zo erg. Hey, super bedankt dat je hier was. Ik vond het echt heel tof om je beter te leren kennen. Ik vond het ook echt heel gezellig. Fijn, goed om te horen. Thuis, bedankt voor het kijken. Vergeet niet om te abonneren op ons kanaal. Gooi een duimpje omhoog en dan zie ik jou weer de volgende keer. Ciao!